Omdat natuurlijk heel anders dan Rusland, China, het economische succes van China te maken heeft met participatie van de Chinese economie in de wereldeconomie. Het is niet een, een afgesloten, grotendeels autarkisch land. Nee, het absolute tegendeel is het geval. In die zin zijn ze ook veel kwetsbaarder, denk ik, voor, voor mogelijke sancties. Opnieuw. Het hem. Awesome. kunt u mij horen? Nou, het lijkt er niet op dat we een snel einde van de oorlog in Oekraïne gaan krijgen. Daarom gaat deze aflevering helemaal over leren leven met de oorlog. Waarin wij aandacht besteden aan uh, de vraag die we binnenkregen van studenten. Waarom blijven Rusland en Oekraïne alle twee doorvechten? Gaat het ook hebben over de westerse landen die de sancties via de buurlanden omzeilen? Wat moeten we daarmee? En belangrijke vraag, hoe ver gaat China uh, in zijn steun voor Rusland? Gaan ze bijvoorbeeld wapens leveren? En dan was dit weekend ook het uh, Volkscongres, waarin bekend werd gemaakt dat het defensiebudget van China omhoog gaat. En ook uh, was er een minister die zei van die relatie met het Westen, die wordt steeds lastiger. Nou, daar moeten we het dus ook over hebben. Uh, maar eerst eventjes die Geuzenprijs uh, van Arend Jan Boekenstein onder andere, die hij heeft gekregen. Ze blijven maar doorgaan over die verkeerde voorspelling over die inval. Uh, wat vind je daarvan? Ik weet niet wat. Ja, ze hadden jou een prijs gegeven omdat je het verkeerd voorspelde over Oekraïne en die inval. Nee, dat was, dat was mijn. Hoe heette dat nou een keer weer? Colijnmomentje, geloof ik. Zoiets, ah. zoiets was het. Oké, okay, maar er was geen award of zo. Die, uh... Nee, nee, nee. Het was het omgekeerde daarvan. Het was zo'n prijs voor de slechtste film. Prijs voor de meest waardeloze een ne nevenrol. Uh, nou ja, maar dat, dat, soort, dat, dat soort van dingen. En wie had dit bedacht dan? Nou, dat Colijnmomentje is bedacht door, uh, door Hubert Smeets, heet hij, geloof ik. Ja, die, die vond wel dat het allemaal heel, heel erg was. Ik weet niet hoe hij, of hij wel, of had voorspeld hoe het wel hoe en het zou dat? gaan. wat is dat? Wat doet hij? Is hij, een... hij, is, uh, hij is betrokken bij, uh, bij zo'n organisatie die zich bezig had met, met uh, de Ruslandkunde. In de meest algemene zin van het woord. En verder dacht ik dat hij hier columnist van de NRC was. Oké. Okay. En die had dat benoemd, die had gezegd, die van Rossum. Die jo, weet er, niks er van. is niets stemt mensen zo intens vrolijk. dan dat andere mensen. Eh, die eh, een redelijke reputatie hadden op het gebied van het voorspellen van zaken. of van het analyseren van zakenheid bij het verkeerde eind hebben. Ja, het is nu eenmaal zo in deze wereld: schadenfreude is de schönste freude. En ik moet eerlijk bekennen dat ik ook vaak Arend Jan op de hak heb genomen in de tijd van die aanval op Irak in 2003, wat ik een totaal krankzinnige onderneming vond, eerlijk gezegd, wat het ook gebleken is te zijn. En hij was de aanvankelijke voorstander van dat, moet ik zeggen. Arend Jan heeft keurig later zijn excuses aangeboden daarvoor. En geconstateerd dat hij het bij het verkeerde eind had. Mm. Ik heb ook uitgebreid geconstateerd dat ik het ten aanzien van Poetin bij het verkeerde eind had. Ja. Maar om zoiets echt lekker te laten doorsudderen, om daar regelmatig nog eens even op te wijzen, om er een extra eh, bijvoeglijk naamwoordje op te plakken, dat die verleiding is natuurlijk ontzettend groot. En dat zal ongetwijfeld nog, nog jaren doorgaan in dit geval. Maar je gaat daar niet je excuses voor aanbieden? Nee, want dat, ik vond niet dat ik excuses hoefde aan te bieden om eenvoudig reden dat ik al honderd keer heb uitgelegd dat als je daar rationeel over nadacht... en als je alle factoren in die situatie voor zover je daar rationeel over na kunt denken had geanalyseerd, dan kon je maar tot één conclusie komen dat een uh, massale militaire aanval op de Oekraïne, dat dat gekke werk was. Het is ook gekke werk gebleken. Alleen, ja, Poetin was bereid om tot gekkenwerk te komen. En ja, dat, ik, ik dacht dat Poetin een betrekkelijk coole uh, analist was van, van machtsverhoudingen en wat wel en wat niet uh, zou kunnen. En dat bleek hij niet te zijn. Mm. Dus ik had het verkeerd. Maar waarom, nou, waarom zou je excuses aanbieden als je op, op, op redelijke gronden uh, dacht dat het niet zou gaan gebeuren? Want ze hebben al op de wijk ook om dezelfde manier te kijken gezet. Ja, ik vind dat... Nou ja, het zei zo. Ben je onder de indruk nu van het voorjaarsoffensief van Rusland? Nee, ik geloof dat niemand daarvan onder de indruk is, eerlijk gezegd. Niemand weet eigenlijk of het ook een groot offensief is... of dat het gewoon een mislukt groot offensief is. En laten we wel wezen, de Oekraïners vertellen je ook niet precies wat er aan de hand is... En, we hebben nu ook een heel verhaal gehoord over een tankslag bij Voelen, daar heet dat geloof ik. De, de situatie aan dat front, en dat is natuurlijk een, ook, ook natuurlijk een, van aanzienlijke afmetingen, lijkt mij niet erg duidelijk. Maar goed, als er een offensief gaande is, kunnen we constateren. het is geen succes geworden. Nog niet? Nog niet, nee. Maar als het nu kijkt, dan, dan zijn er toch wel grote offers gebracht. En daarbij dat Bagdad moet. En, en je kunt ook, want dat is toch de algemene interpretatie, dat de Oekraïners dat volhouden omdat de Russen relatief heel veel personeel en materieel verliezen in dat offensief, als het dat het offensief is, maar dat ze heel veel personeel en materieel verliezen. Wat voor Oekraïne alleen een voordeel is natuurlijk. Ja, je zit ook op lange termijn, blijf je zitten met het probleem. Dat we natuurlijk allemaal het heel sympathiek streven vinden. Eh, dat de Oekraïne een verpletterende overwinning gaat behalen op de Russen. Maar dat je ook een beetje realistisch moet zijn. Maar dat is tegenwoordig ook levensgevaarlijk natuurlijk. Eh, Rusland is daar. Rusland is gewoon groter dan de Oekraïne. Wat je er verder van denken mag. Het heeft ook meer inwoners dan de Oekraïne. Het heeft met dezelfde demografische verliezen te maken als de Oekraïne. Maar dat neemt niet weg dat je met. Dat de kans, het lijkt mij dat ze, de Oekraïners, erin zullen slagen. op afzienbare termijn alle Russen van hun grondgebied te verwijderen. die kans lijkt mij niet zo verschrikkelijk groot. Nee. En dan moet je je vragen hoe lang. Niet waar moet je doorgaan met, dat, met die oorlog, eh, gezien de schade die daardoor ook wordt toegebracht aan de Oekraïne. Infrastructuur, de steden, van alles en nog wat. Er was ook een vraag van studenten. Van <coughs> Pardon, van waarom blijven ze vechten? Waarom stoppen ze niet met vechten? Nou, ik denk dat op dit moment nog steeds. Waarom gaan ze door met vechten van twee kanten? Dat ze allebei denken dat ze van dat vechten voordeel zullen hebben. Het wachten is natuurlijk nog op een wellicht magistraal offensief van de Oekraïne in het, in het voorjaar of in de volgende zomer. Geen idee, misschien op een totaal andere plek dan, dan, je, dan je zou verwachten. Nee, maar je kunt ook omgekeerd zeggen: is het niet zinvol om toch eens af te tasten? Wat de mogelijkheden zouden zijn om het eind aan eh, de militaire gebeurtenissen te maken. Bijvoorbeeld door de Oekraïne een aantal garanties te verschaffen. Zowel veiligheidsgaranties als misschien ook een soort EU-garantie. Ja, want je kunt natuurlijk in gaan in het, in het integreren van de, van de Oekraïne in de EU zonder dat het specifiek EU-lid al is. Nou ja, dat is ook een mogelijkheid. Maar wat voor garanties denk je dan? Ja, dat zou toch een soort van NATO-achtige garantie moeten zijn, alleen dan zonder dat etiketje NATO erop. Maar dat je toch zegt dat, ja, dat we onder alle omstandigheden bereid zijn om de Oekraïne te verdedigen tegen militaire aanvallen van Rusland. En zou dat geen provocatie richting Rusland zijn? Ja, ja, heeft Rusland het wel een beetje zelf naar gemaakt, toch? Kijk, dit hele probleem is veroorzaakt door het feit dat Rusland zo'n onbeschrijfelijk loterland land is. En ook met name uit, uit de chaos van de jaren negentig, nietwaar, is niet een, een gebrekkige democratie gegroeid. Nou, we zeggen aanlade Oekraïne, gebrekkige democratie, want je moet wel in de gaten houden dat het niet groots was. En nee, er is uiteindelijk een een gruwelijke politiestaat uitgegroeid, met als gevolg dat niemand daar natuurlijk ook iets mee te maken wil hebben, en dat die politiestaat zelf weer, omdat die autocratisch geleid wordt, niet waar, kan in feite en een, een, een kleine kring of zelfs een enkele dictator beslissen. Tot een zo. Laten we eerlijk zijn, een volkomen geschifte avontuur. Als wat Poetin begonnen is 24 februari vorig jaar. Ja. Maar goed, als, als je dan uh, dat doet, wat jij zegt, die garantie, dan ben je dus wel als Europa direct in de oorlog met Rusland. Ja, ja, maar goed, dat zijn we nu ook al. Misschien op een via-via op een manier. Hoe heet dat bij. De, Juridisch bij de, niet, zei jij eerder. Nee, daarom. Maar ja, je weet dat dingen kunnen juridisch niet het geval zijn. Heel veel mensen bijvoorbeeld hebben een heerlijke langdurige relatie. zonder dat ze juridisch ook alles hebben uitgevoerd. om die te, te doen beklijven in de, in de archieven. Ja. Hey, en er zijn ook. Het laatste nieuws is dat er. want daar kwamen ook wat vragen over. dat er steeds meer bedrijven die Rusland-sancties uh, omzeilen. Ja, die dachten, sterker nog. Er blijkt het tal van bedrijven gewoon helemaal niks aan gedaan te hebben. Die zijn gewoon besloten we blijven. Ja. Die ING had toch ook gezegd: van ja, wacht eens even, we hebben zoveel geld uitgeleend in Rusland. We willen wel blijven, want anders pikken ze het gewoon in. Ja. We willen onze centen terug, zo dat werkt. Je kunt altijd wel een lollig excuusje verzinnen, natuurlijk. Maar je ziet hoe moeilijk het is. Heb je niet dat idiote verhaal gelezen? Dat, 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 dat de buurlanden van, van Rusland op grote schaal wasmachines en andere huishoudelijke apparatuur bestellen. Vanwege de chips die erin zitten. Dus die afwasmachines worden daar neergezet. Er wordt de hele elektronica uitgerukt. En kennelijk kunnen ze dan simpele drones uitrusten met de, met de chips van, van afwasmachines. Hmm. Of gewone wasmachines. Want ja, we hebben ook zo'n wasmachine. Je hebt niet zo'n wasmachine. Met, met, met zo'n scherm ook. Ik bedoel, er ja. zit daar gewoon een computerscherm op. En als zo'n oude wes met zwart, met groene, de, groene dingetjes. Ik herinner me dat IBM-ding nog op het instituut. Centgrote ding. Ja, dus kennelijk zit er ruim voldoende. Hoe kom je aan chips? Direct kun je ze niet kopen, maar je kunt ze wel slopen uit allerlei apparatuur waar chips in zitten. Ja, ja. En de kosten van een wasmachine zijn natuurlijk op de, gerekend op de kosten van, van een, 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 hoe heet het, een militaire drone. Zijn die verwaarloosbaar? Ja. Ik weet niet wat dat wasmachine kost, maar een paar honderd euro neem ik aan. Maar ja. na die bedrijven die dus die sancties omzeilen, wordt dus onderzoek naar gedaan en mogelijk levert dat ook een strafopboete of. Uh, ja, dan... ja, maar wat doe je dan? Plotseling is de, de import in Turkije enorm toegenomen en de export van Turkije is ook enorm toegenomen. Ja, hoe zou dat, er, hoe zou dat nou komen? Hè? Ja, dat komt hierdoor. Maar vind je het goed dat ze het aanpakken of zeggen je kunt je tijd wel beter besteden? Dit heeft geen zin. Ze willen Rusland natuurlijk pijn doen. Dat kan alleen maar als je dus echt die lijn ook echt doorsnijdt. Ja, nou ja, ik zou simpelweg eens kijken. Je ziet nu dat, dat Rusland op zichzelf heel creatief gereageerd heeft op die sancties. Dat staat dan een paal boven water. Rusland wordt ook, laten we zeggen, financieel technisch goed gerund, heb ik begrepen. Kijk dan eens waar, waar de zwakke plekken zitten. En kennelijk hebben we tot nu toe niet, niet scherp genoeg gekoerst op de zwakke plekken. Misschien moet je dat dan toch doen. Wat zijn de zwakke plekken van Rusland? Nou ja, die zijn nu die, in allerlei opzichten is dat gebleken. Dat een aantal firma's dat niet van die sancties heeft aangetrokken. Eh, dat, dat, misschien moet je toch de, de omvangrijk gestegen export van afvalsmachines naar Turkije. Misschien moet je je eens afvragen hoe zinvol die eigenlijk precies is. En wat er met die machines, en niet alleen Turkije trouwens, maar ook al die andere rondrepublieken, zal ik maar zeggen. die bleken dit verschijnsel te vertonen. Dus op zichzelf is het heel interessant. We hebben nu gezien dat die omvangrijke en aanvankelijk toch indrukwekkende sancties. niet bijster veel hebben opgeleverd. Nou, kijken eens hoe je het beter zou kunnen doen. Maar goed, het blijft een kaddenmuisspel. Ja, dat blijft een kaddenmuisspel. En je ziet dat, dat, er, dat er zoveel wegen zijn om. En Heineken hebben we eerder al gehad ja. Ze blijven gewoon doorgaan Heine, daar. Ja. Die profiteren zelfs. Ja, hoe, hoe is het ook alweer? Er ja, leiden veel wegen naar Rome. En dat zal in dit geval ook wel zo zijn. Ja, maar dan is het dus, dus de kern het is lastig om Rusland echt pijn te doen met in ieder geval deze. Nou, denk op de lange termijn. En ja, dat werd vorige jaar ook gezegd. We mogen nu toch wel over de wat langere termijn spreken, toch? Nou, wat is een jaar. Een jaar is niks. Ja, ja, Rusland verliest natuurlijk veel hogeschoolpersoneel. Nee, is. Er was, was ook zo iemand die werd geïnterviewd, ook een, een econoom die Rusland doseerde in Moskou. Wat oudere vrouw, die zei: Ja, het gaat, dat is inderdaad, hebben ze zich vergassend goed aangepast. Maar als je kijkt naar structurele ontwikkelingstendenzen in de Russische economie, dan gaat toch eigenlijk alles uiteindelijk de verkeerde kant op. Ja. Maar wat denkt zij dan aan? Nou ja, dat je, dat je natuurlijk je hele productieapparaat scheef getrokken wordt door zo'n zo oorlog. En Omdat natuurlijk het productieapparaat van Rusland inherent beperkt is. Nou ja, dat, eh, ik las weer die opmerking van Obama, die een gigantische boede had veroorzaakt in, in Rusland. Ja, misschien had hij het achteraf beter niet kunnen zeggen. Ja, hij heeft nog eens gezegd, ja, hoe je er ook over denkt. Rusland is een tweede angstbehoogdheid. Mm. Rusland is er maar een grote behoogdheid. Dat was het wel, maar is het al lang niet meer. Mm. Nou, dat heeft in Moskou een gigantische woede geleid. Daar haalt hij natuurlijk het grootste gelijk van de wereld in. Dat hebben we ook al eerder besproken trouwens. En dat betekent dat uiteindelijk natuurlijk ook op de lange termijn... De ...problemen voor Rusland ook gaan toenemen. denk ook aan ammunitieproductie. Maar dat is ook in het westen een probleem. was het ook alweer. Oekraïne schiet per maand eh, de granaten af waar die, die Amerika in een jaar productie voortbrengt. Nou ja, dan voel je wel dat er al heel snel tekorten zullen ontstaan. Dat en ontvoeren. nu is natuurlijk het grote vraagstuk, gaat China eh, spullen aan, aan Rusland leveren? Hmm. Eerst was het allemaal omgekeerd, leverde Rusland wapens aan China. Maar nu is het dan eh, omgekeerd. En ja, dat, kan, dat kan ook tot allerlei heel vervelende situaties aanleiding geven. En Noord-Korea leverde geloof ik al, al munitie op grote schaal aan. Ja, van een scheef goede economie gesproken. Aan Rusland of aan China? Nee, aan Rusland. Noord-Korea leverde al allerlei uh, militaire spullen aan, aan Rusland. Wat is het belang van China om dit te doen eigenlijk? Nou ja, naar mijn idee is dat... Ook de enorme aarzelingen die China vertoont in dit opzicht, want daar kun je toch wel van spreken, die geven al aan dat China ook dat het niet helemaal duidelijk is wat de, wat de problemen op lange termijn zouden kunnen zijn. Omdat natuurlijk heel anders dan Rusland, China, eh, het economische succes van China te maken heeft met de participatie, de volle participatie van de Chinese economie in de wereldeconomie. Het is niet een, een afgesloten, grotendeels autarkisch land. Nee, het absolute tegendeel is het geval. Dus uh, in die zin zijn ze ook veel kwetsbaarder, denk ik, voor, voor mogelijke sancties opnieuw. Dus het zou mij verbazen als China openlijk en op grote schaal... Uh, militaire hardware aan, aan Rusland zou gaan leveren. Dat zou mij verbazen. Omdat ja. ze economisch dan pijn gaat doen. Maar ja, mij verbazen. Ik bedoel, ook Xi Jinping... Uh, je houdt zich in het duister op, wat mij betreft. Ik heb geen idee. Ik vind sowieso de ontwikkeling in China teleurstellend, stomzinnig. En Op lange termijn heel, heel onverstandig. Uh, ja, moet je er verder van zeggen? Heb je Lavrov nog gezien op die G20-top? Ja, ze hadden elkaar tien minuten gesproken, begreep ik. Maar ik heb, ik heb geen beeld gezien. Hij had ook uitgelegd waarom die oorlog in Oekraïne er volgens Rusland moest komen. En daarop werd hij uitgelachen door de collega's in de zaal. Die vonden dat zo'n raar ongeloofwaardig Ja, dat het bleef ik, ik begreep dat het een gespannen bijeenkomst was. Ja, geloof ik graag. Waarom gaat hij daar nog naartoe, die Lafgoff? Want ja, je zou ook zeggen van... Nou, uh, ik denk ook onder andere omdat misschien dat de Amerikanen via via hadden gezegd... ...we willen wel even met elkaar praten. Ja, kijk, het is nooit, hoe erg het ook allemaal is, het is nooit verstandig om alle contacten stil te zetten. Ja. Is het ook zo dat Scholz, uh, Scholz heeft ook wel gezegd, en volgens mij ook andere westerse leiders lever geen wapens China aan Rusland. Hè? Want dan ga je een, een lijn over. Nee, dat zeggen waarschuwd. En dan zou dan ook weer zou de EU bijvoorbeeld zelf sancties kunnen, kunnen nemen. En uh, laten we wel wezen, hoewel je natuurlijk altijd leeft over China en de Verenigde Staten. Uh, is de EU is de grootste afzetmarkt voor Chinese producten in de wereld. Ja. Dus die, dat, daar zou je misschien wel effect kunnen sorteren. Maar goed, ik denk, dat de, ik denk dat de Chinezen niet gelukkig zijn met het optreden van Poetin tegen de Oekraïne. Nee. Daar hebben ze geen dansje voor gemaakt daar in, die, in het paleis van de hemelse vrede, voor het mogelijkheid. Hmm. Denk je dat als China zich echt tegenaan gaat bemoeien en wel die wapens levert, dat het dan gaat escaleren? Pff, nou, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Dat we zeggen, dan, dan krijgen we de sanctiepolitiek tegen China dan zou natuurlijk die deglobalisering, die, die gewoon toch al gesproken wordt, die zou dan misschien in qua tempo versnellen, omdat de China natuurlijk wel een hele grote speler is in de wereldeconomie. Mm. Het is ook maar helemaal de vraag hoe ver die deglobalisering tenslotte zich zal voltrekken. Ook omdat dat natuurlijk heel diep zit, gedeeltelijk die, die productieketens die in feite wereldwijd zijn. Dat kun je niet allemaal één, twee, drie veranderen. Hey, en uh, er zijn ook luisteraars die zeggen: van ja, hoe kunnen we Rusland nou straffen? Los nog van de sancties? Want ze hebben een oorlog, oorlog veroorzaakt, daar moeten ze toch voor gestraft worden. Ja. Wat Amerika eigenlijk ook zegt, hè? Ja, ik zie dat in niet 1, 2, 3 gebeuren, waar je dat doen. He. We hebben een heel proces tegen Rusland gevoerd, het MH17-proces. Nou, we zijn een keurig veroordeeld. We gaan gelukkig nu nog verder in beroep bij internationale instanties. Maar. Ja, ik zie dat niet gebeuren. Ja, Poetin zal ervoor zorgen dat hij niet gekidnapt kan worden ergens. Ja. Nee. Nog, misschien moet je uiteindelijk op, 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 op afzienbare termijn met elkaar gaan praten. Ja, je moet, met, je moet ook met de broeven praten. Ja, maar dat is tenslotte natuurlijk. Ine mini dat is ook wel typisch. We zetten de radio aan, onbedoeld overigens. En het eerste wat we horen is Inemine Mutte. Dat vind ik toch ook wel vrij sterk, toch? Een fijn, fijn Nederlands kinderliedje. Um, ja, je zult er misschien tenslotte moeten hem moeten gaan praten. En je, kijk, 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 als je naar de, 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 de Grote Karre Oorlog kijkt, die dus zeg, kort na de Tweede Wereldoorlog begonnen is, dan zie je een heel interessant patroon. Dat eerst willen ze helemaal niet met elkaar praten. En, er zijn eigenlijk nauwelijks contacten. En dan na een jaar of 10, 55. Dan krijg je de Spirit of Geneva. Maar dan krijg je nog een heel langdurig proces. Van ups en downs. Wel praten, niet praten. Ruzie, geen ruzie. Maar uiteindelijk zie je hoe dat immense conflict eigenlijk ingebed wordt in, in, een, in een regelsysteem. Hè? Het is echt net als bij voetballen. Eerst laat je de kindertjes met elkaar voetballen. tuigen ze elkaar allemaal af en ze slaan elkaar bloedende wonden. En, nou ja, het is niks. En tenslotte zeggen ja, wacht nou eens even. We moeten regels maken. Ja, bijvoorbeeld de buitenspelval. En, en, dat, je, dat je als je je tegenstander lek getrapt hebt met bloedend gevolg, dat je dan het veld uitgestuurd wordt. Kortom: als een conflict heel lang duurt en geen van beide partijen zijn bereid. Om de offers te brengen die dat conflict groot waarschijnlijk met zich mee zou brengen. Dan komt er dus een regelsysteem. In alle sporten bestaan regelsystemen. In die sporten waar je denkt ze zijn er niet, zoals bijvoorbeeld bij rugby, zijn ze er natuurlijk wel degelijk. Mij betreft het een ongelooflijk stomme sport, maar goed, er zijn wel regels. En dat is als een conflict lang duurt, komen er regels. Je ziet eigenlijk nu al in dit conflict dat er ook regels zijn. Want we zijn toch terughoudend met het leveren van bepaalde wapens. Dus ja, de, de NATO kan niet zeggen, we hadden gelul, we hadden er gewoon volop in. Nee, ook, ook hier is het stap voor stap. En misschien zijn er ook achter de schermen toch wel manieren waar ze bepaalde dingen toen. Toen hoe heet het Biden naar Kiev ging, hadden ze van tevoren de Russen geïnformeerd. Met de bedoeling dat ze niet de precies op zijn kop zouden schieten. Eh, net zoals de Amerikanen natuurlijk ook wel weten. Dat je beter niet zo'n Heimars ding op een of andere manier op Moskou kunt afschieten. Eh, want ze kunnen tegenwoordig vrij precies bepalen waar het ding terecht komt. Dus ja, de, de, uiteindelijk zal er een soort regelsysteem moeten komen voor de Oekraïne. En ik denk dat, dat als dat er tenslotte komt, dat kan wel even duren. Dat, dat er toch op neerkomt, natuurlijk, dat, dat Rusland in allerlei opzichten de verliezende partij zal zijn. Al zullen ze het er zelf natuurlijk wel een beetje mooie sier maken met. als bijvoorbeeld een deel van de Oekraïne toch in Russische handen blijft. We ja. leren er maar, dus mee leven. Is het geloof ik 19% of zo ja. van het grondgebied. Ja. We gaan er mee leren leven. Dat doen we eigenlijk al. Dat ja. is eigenlijk wat je zegt. Ja, precies. Ja. Het, het zijn het soort conflicten. Kijk, er is natuurlijk geen samenleving. En ja, dat geldt dus ook voor de internationale politiek. Maar ook voor de Nederlandse samenleving. Daar zijn allerlei conflicten. Zijn er gaande. En daar heb je democratie voor. Alleen de internationale wereld is niet democratisch georganiseerd. Die is machtspolitiek georganiseerd. En nu hebben we in dit geval. Hebben we eigenlijk onverwacht kordaat. En vast besloten hebben we geconstateerd dat we de Oekraïne gingen helpen, daar is iedereen toch nog steeds een beetje verbaasd over, hmm. behalve nou uiterste rechtervleugel van de Republikeinse Partij in de Verenigde Staten, die zal toenemende problemen gaan maken daarover. Daar ben ik vast van overtuigd. Maar voor de rest hebben we besloten dat dit is onacceptabel, en ik denk dat dat wel terecht is. Ook als je, als je stap voor stap redeneert dat we een aantal dingen verkeerd hebben gedaan in de jaren negentig. En in de jaren daarna, dat, dat, dat is best zo. Maar dat is allemaal op geen enkele wijze een excuus voor wat Poetin tenslotte besloten heeft te doen. Een, krankzin, een daad van krankzinnigheid. Waardoor denk je dat de Republikeinen steeds moeilijker gaan doen? Gaan ze het over de kosten hebben en over... De diepste oorzaak daarvan is dat ze zo de pest aan de... Biden en de democraten ja. hebben, dat wat de democraten ook zouden doen, als de democraten bijvoorbeeld de heer Jezus zouden uitnodigen ja. voor een, een toespraak in het huis van afgevaardigden, dan zouden ze nog bereid zijn om uit te fluiten. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Dat, zit, dat zit daar zo. En bovendien zijn er natuurlijk vooral die hele echte e rechtervleugel. Dat zijn, dat zijn echt extremisten van de ergst denkbare soort complotdenkers. Volkomen krankzinnig. Hè? dat is. Eh, je moet dat niet onderschatten. De onzekere factor in, in het Westen, om het zo maar te zeggen, of in het Westerbondgenootschap, hoe gek dat ook klinkt, dat zijn de Verenigde Staten. Ja. Dat is niet, niet de Europese Unie. Ja, jammer genoeg hebben wij niet al die militaire spullen die de Amerikanen hebben. Dus ja, in de Verenigde Staten hangt altijd als een duistere wolk, hangt daar boven de markt. De gekkigheid van de Republikeinse Partij. Heb jij nog die brief gezien van iemand die schreef van wat nou als Trump het afgelopen jaar president was geweest? Het is natuurlijk moeilijk om dat te beoordelen. Nou ja, dan denk ik niet dat Amerika zich zo georganiseerd zou hebben in, in de hulp aan, aan, aan de Oekraïne. Want dat is nogal wat Amerika, wat Amerika gedaan Ook heeft. Ook niet onder druk van anderen? Van bondgenoten? Maar zeker Trump niet. Nee, die zag met name de EU als een vijandelijke natie. Die beweren dat de, vee, de, de, de Europese Unie was opgericht om Amerika uit te buiten. Ja, dat, ik, ik, er zijn veel mensen, daar zit wel wat in, denk ik. En nou ja, Ergut Macron heeft ooit gezegd dat de NATO-hersen dood was. Ik denk als, als Trump een tweede termijn zou hebben gekregen of eventueel nog krijgt, dat je moet vrezen voor de hele structuur van het Westers Bondgenootschap, die nou juist door deze oorlog in de Oekraïne. Een enorme opsteker heeft gekregen. En nog steeds vrij, vrij van die. blijkt te kunnen functioneren. Dus nee, in Amerika is ook. ook er is ook een ander Amerika. En wat we altijd natuurlijk. in de loop der jaren verwaarloosd hebben. namelijk het kloterige Amerika. het onaangename Amerika. het zwaar bewapende Amerika. het door en door racistische Amerika. Ja, dat zijn allemaal factoren die. Die we niet zien, maar die er wel zijn. Ik moet zeggen, ik ben ook. Druk. Ik heb een hele carrière, sorry, maar ik had eerst achter de rug. En ik had toch zeker wel wat kritischer kunnen zijn in de loop der jaren. Nou, dat heb je nu wel ingehaald, toch? De laatste jaren. Sterker nog, als ik nou op één punt bekritiseerd ben, wel namelijk dat ik zoveel kritiek op Amerika had. U weet er niets van, meneer Volsen. Ik heb zelf twaalf jaar in Oklahoma gewoond. En dat is, een, dat is een paradijs op aarde. Nou ja, dit werk. Ja, dat je er niets van weet, dat is iets wat je op elk denkbaar terrein binnen tien minuten te horen krijgt. Het is niet anders. Even kijken, we gaan even naar wat vragen toe. Ja, er zijn mensen die zich afvragen uh, of jij je uh, excuses aan wil bieden vanwege de uitspraak van uh, uh, bij Jinek. Ja, wil ik best doen. Het was helemaal niet mijn bedoeling om iemand of iets te kwetsen of te beledigen. In feite ging die opmerking over de kwestie van het leeftijdsverschil in de jeugd. En dat ik dat leeftijdsverschil vijf jaar, daar werd iemand zei van... Was zo leuk, want dan konden ze gezellig samen opgroeien. Hallo. Hmm. Vijf jaar joh, in. in uh, uh, als, als kinderen vijf jaar verschillen, zit het oudste kind in de zesde klas van de middelbare school en het jongste kind begint er net aan. Dat, dat, is een, dat zijn totaal verschillende werelden. Dus ja, ik, ik was, daar ging mijn opmerking over, die ik toen nog aangevuld heb met mijn ervaringen met mijn broer. Als je mijn broer en mij nu ziet, zeg je we zijn gewoon even oud, maar dat is helemaal niet zo, we schelen zeven jaar. Mm. Maar vroeger, toen hij elf was en ik achttien, ja, hallo, ik bedoel, ik was al aan de vrijage, ik ging studeren en, en hij was nog een jongetje. Met alle enthousiasme en blonde krulletjes van een jongetje. Mm. Daar ging mijn opmerking over. Niets was minder het geval dan mijn wens om te kwetsen of te bekritiseren. Ik heb al die opwindingen zien. Waar je ook weer van denkt. De echokamer van de media. Het gekroonde onbenul van het, van, van het totale niets. Laten wij ons voornemen Tom. Nooit meer iets te zeggen over iemand anders op de televisie. Behalve misschien mijzelf en Philips. We dat, dus laten we het daartoe beperken. Joep had het ook maar, nog opgeschreven in zijn column. Oh ja? Joep van het Hek had in. Uh, was volgens mij, wanneer komt dat, dat op zaterdag? Er stond in de zaterdagcolumne, dan sluit je het ermee af. Dat hoogleraar Maarten van Rossum zich bezighoudt met de zwangerschap van Eva Jinek. Maar daar ging het helemaal niet over. Het ging over het leeftijdsverschil. Heel <laughs> god allemachtig nog en toe. Hij heeft natuurlijk niet even gekeken hè? hoe dat zat of geluisterd. Nee, dat is allemaal geretweet. En dat is allemaal door die, door die eindeloze molen van herhaling. Waardoor alles eigenlijk. Op een hele ongelukkige manier uit zijn verband gerukt wordt. Nogmaals, het kritiek was absoluut niet mijn intentie. Hier, ik mag net zoveel kinderen krijgen op alle denkbare tijdstippen die ze zelf wenst. Ja, want het, was ook een het ging mij om het leeftijdsverschil. En het feit dat van vijf jaar werd gezegd, nou, dat maakte eigenlijk niet zoveel uit. Dat vond ik juist niet juist. Nee. Er was een mevrouw die milde nog dat zij hem al jaren probeerde om kinderen te krijgen. En dat ja, soort... ik geef toe, daar had ik op dat moment totaal niet aan gedacht. Nee. Nee, nee, nee. Omdat dat natuurlijk, op... nogmaals, mijn opmerking had een heel andere intentie. Ja. ja. <tie> en Joep moet daar ook niet over schrijven in die column, want dat is het grote tekort van die column van Joep. Dat is dat gelul over bekende Nederlanders. Schrijven ze over een serieus onderwerp. Je hebt, de, je hebt de NRC nog niet gelezen vandaag, denk ik. Nee. Oké, okay, moet je maar even kijken. Nee, wel, ik heb wel mijn favoriete columnist gelezen. Tom Jan? Pas van Putten. Oh, oké. Okay. Waar schreef hij over? Nu over een elektrische Fiat 500. Nou, hij hield het kalm, maar... Ja, volgens mij een flauwekulautootje, eerste klas. Ook weer zo'n elektrisch autootje, joh. Een muis op vier wielen... 30 mil in de simpelste uitvoering, dan wil je toch niet meer. Even kijken, dan hebben we weer. Hallo, goedemorgen Maarten. Heel wat afleveringen terug is geopperd om samen met luisteraars een boek te lezen en deze dan in de podcast te bespreken. Gaat dit nog gebeuren en wanneer beginnen we daarmee? Het lijkt mij raadzaam te beginnen met een boekje van sympathieke omvang, zegt Jan Corneef <laughs> okay. uit Oeststreest. Oké, okay, ja. Toen wij ooit begonnen aan een leesgezelschap. Zijn we ook met een heel dun boekje begonnen. Namelijk een boekje van, van Conrad. Jongen, jongen. Oh, het is ook niet meer dan een bladzijden of zo. In the heart of darkness. Maar wil je dit nog doen? Een soort van boekenclub via de podcast? Nou, als het allemaal even dun is dus als Hard of Darkness, kunnen we het makkelijk doen, natuurlijk. Daar moet ik eens even over nadenken, want de vraag is natuurlijk hoe, hoe je dat dan moet bespreken. Nee, je moet maar eerst dan de... zit ik hier natuurlijk in die, in die microfoon te tetteren, en al die mensen hebben natuurlijk heel andere ideeën over dat boek dan ik. Want of, of, uh, je kunt dat, dat is het leuke van een leesgezelschap, dat je zit aan een tafel en je bespreekt mensen de zes, zesde, zevende, achte, soms enkele maal. Eh, mensen dienen over een leuk boek. Of over een helemaal niet leuk boek. Dat gebeurt ook wel eens. Ja, maar je moet eerst moet je even een boek bedenken, dan moet je het hier noemen. En dan moet je mensen denk ik de kans geven om een paar weken daarna, eh, daarover te doen, om dat te lezen. Dan moet je het bespreken, dan moeten die mensen maar sturen wat ze ervan vinden. Dat lijkt me de makkelijkste manier. Oké. Okay. Ja. Ik ga ze allemaal dwingen om mijn favoriete kinderboeken te lezen. Dat hebben we ook in het leesgezelschap gedaan. Dus dan zullen we het eens zien. Vergeet de boeken. Oké, okay, nou, we krijgen wel eens van luisteraars de vraag: van... kunnen we iets terugdoen? We vinden het zo leuk dat jullie altijd deze podcast maken. Wat kunnen wij nou doen? Nou, heel simpel: abonneer je eventjes op deze podcast in Spotify. Druk daarop abonneren. En dan garandeer je jezelf van een nieuwe aflevering als die er is in je podcastfeed. U weet er niets van, meneer Verhoossen. Heb je de live podcast over de oorlog in Oekraïne gemist? Vervolgens word je eigenlijk uitgemaakt voor een randebiel die niet wist wat er aan de hand was. En dat vond ik zeker in het geval natuurlijk van Arend Jan wel heel vreemd, aangezien hij vrijwel nooit gelijk gehad heeft. De live podcast is nu terug te luisteren als luisterboek. Tegelijkertijd hoef je dan weer niet meteen, niet waar, wakker te schudden, omdat je ook hebt gehoord dat het Russische leger geen kloot voorstelt. En ook moeite zou hebben met Litouwen te bezetten. Geniet ruim twee uur lang van Maarten van Rossum op ouderwets studium generale niveau. De link naar het luisterboek staat in de show notes. Klaas Ariaans is de man die lef had. Hij gooide 95% van alle managers bij ABN Amro eruit. En dat deed hij met succes. Hij vertelt over zijn aanpak in de podcast C-Level. Je luistert de aflevering via de link in de show notes. En wil je weten wat podcasting voor jou kan betekenen? Kijk dan op streamy.audio. Streamy met een Y.